Yo boys, welkom bij een nieuwe video. Waar gaan we met z'n allen naar Gesso toe? Gesso? We gaan terug naar Malia. Oh fuck. We gaan naar Malia. We gaan naar Gesso. We zijn met 707 met JJ. Demo JC. Ja. Ik heb ook voor iedereen cadeautje meegenomen. Een pilsner. 10:57. Wie gaat shotty dan? Proost. Papa. Oli, gaat het? Oli. Ja, vraag. Wat zit je nou te? Sorry, she like my demeanor. And she look like a eater. I'm off the perky geek. Dat was cool. Nee, ja, mijn vader die slaat me met de schaar. Oh, dit is niet kindertelefoon. Oh. Boys, ze zijn echt veel spongy hier in het vliegtuig. Kijk die jongen, er zit echt helemaal niks meer in. Agora vou de frente, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado. Jake Daniels, Jake Antonio, Jack Daniels, Jack and Crack. Nada de first, mas ô, Tijden! Oh, oh, Gerso, mooie stad achter de. Oh, maar is jouw shirt niet meegegaan met de bagage of zo? We zijn aangekomen in Griekenland, maar je moet even beseffen. Deze vakantie hebben we denk ik net over een week geleden geboekt. We zijn nu in Gerso. Net een week geleden. Broer. Net een week geleden. Nu gaan we naar het hotel. We hebben niet eens een taxi. We hebben echt het allergoedkoopste hotel ooit geboekt. Lol, 5 sterren. We hebben echt het allergoedkoopste hotel ooit geboekt. Dus we gaan 5k spullen, man. 5k het is wel het centrum Gerso, dus we gaan spullen erop en we gaan gelijk door. Ga eens lekker douchen, bro. Bro, heb je zelf geroken, maat? We hebben dus geen transfer. Nee, dat was, hadden we toch wel gefixt? Nee. Fucking bollocks, man. Waar is die Ili Hotel dan? Kijk het hotel. Daar. Zo'n grimmig straatje. Oh, hier word je echt uitgekleed en gegeven. Dit is. We zitten echt in de meest kleine lift die er is. Maar we zijn echt fucking geblest. We hebben echt een goedkoopste hotel ooit besteld. Zonder zwembad en shit. Ineens worden we geblest door die man. Hij zegt: we hebben een luxe hotel. Ja, doe de deur open. Ja! Wie fucking bizar. Dit is echt een gekpot. Ai. Op het zwembad. Wow! Dit is heel lauw. Ik durf niet dicht te halen. Nee, dat komt goed. Bro. Ik denk echt dat we deze vakantie hebben geklaard als het gaat om de prijs, hotel, alles, maat. Ik heb een presentje voor je, maat. Ja, lekker. Zeker. Drink even een lekker slokje, jongen. Wat is dit? Ja, je moet hem gewoon boven je mond. Dat is een vage. Zo goor. Oh, waarom heb je het ook gekocht, maat? Dat is heerlijk. Na die video van de laatste keer kan hij niet meer drinken, hoor. Gat. Zo. Wat een tering uit zich daar. Neem een glug om, maat. Smaakt lekker. Hij ruikt naar poep, maar proef naar sigaar. Hij ruikt gewoon sigaar. Laat die onderbroekjes zien dan. Ah,
Ja, sowieso, maar dik SO naar Le Mans de Perdu. Le Mans de Perdu. Ja, je weet het toch. Lekker. Salut. Welkom op het worstenfeest. We gaan even een shotje doen. Sausage shot. Lopen hier dames naar buiten en denk van zo. En dan lopen we binnen en dan zie je kan 40 boys. Het is dag aan het worden. Dit is even nodig. Hoe laat is het? Oh wacht, ik kan zien op de Rolex. Zo shit, schrijf je dat? God, dat is laat, hè? Dus boys, dit was eerst naar Gesso. Zeg eerlijk, het was een lauwe nacht, Gesso. Jullie mogen zelf invullen wat er is gebeurd. Boys, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Je zou maar op het balkon slapen. Deze jongen is gestoord. We hebben wel Pokémon kaart geflipt. Maar anders heb ik helemaal geen energie, man. Doe ik even. Poepen, maat. Nee, kanker op. Ga je even maar. Als je één drol je laat, pak ik de drol en steek hem in je strop. Ja, soft. Dan moet jij je drol oppakken. Ja, dat boeit me niet, maar dan zit in jouw bek. Dat doe je toch niet. Ja. Maat. Kanker slippen. Maat, kut. Laten we gewoon even fucking pitten. Het is echt niet vader, ik wil even slapen. Hij vindt het zelf ook wel pissie. Hij moet een pissie lachen, ik zie het hem. Hij ziet hem. Laat me heel even op energie komen, man. Hun gaan straks zeiken, hè. Om 8 uur s'avonds staan hun allemaal te janken. Ik ben kankermoe, ik ben kankermoe. Ga lekker naar je bed. Ga even lekker naar je bed. Laat mij even pitten hier, dan heb ik energie. Deertje met zo'n kankers. Je kan niet doen! Je weet het, jongen. Je weet het, jongen. Echt waar, eentje. Ik geef een hoek, jongen. Dan word je echt kanker achterlijk bang van. En dan mag je niet terugslaan, hè? Dan is het uitlokken. Je zit nu uit te lokken, echt waar. De volgende klap is een hoek, jongen. Daar word je kankerbang van. Die mag je niet teruggeven. Nu is het uit te lokken. Ik zeg het alvast, dat is een waarschuwing. De eerste persoon die me nog één keer haalt, die krijgt kanker de koeken van me. Laat me even pitten. Ik raak je niet aan. Oké, wie was dat? Ja, ik ben het geneus. Wat ik zit hier, mogol. Ik geef een hoek als je klapt, maar ik heb niks gedaan. Ja, of kanker, ga even naar je eigen kamer. Jullie allebei, jij ook, jij bent net zo erg. Even naar je eigen kamer. Denk je dat ik van hier kom? Ja, dan moet je ook kanker, ga naar je eigen kamer, laat me pitten. Waarom gaan we z'n allen hier fucking afterpartyen? Ga bij deze afterpartyen, maat! Waar is de kanker? Waar is de kanker? Die gekke ding van kanker, kom maar, maat. Ik heb het niet gedaan, man. Laat het niet naar mij gebeuren, ik heb het niet gedaan. Waar de kanker sta je? Die krijgt het niet. Gaat het niet. Maar, godverdomme, laat me pitten, man. Godverdomme. Wat is er gedaan? Kankerpitten, iedereen ga eruit. Ga naar Tito. Ga naar Tito toe, ga daar chappen. Ga daar chillen. Ga niet hier chillen met z'n allen, ga maar niet doen. Gisteren heeft hij ook best gelachen aan hem. Wakey wakey! Hij ziet er kanker door. Zombie. Wat is dit? Wat heb je gebruikt? Kijk, wie daar binnen komt lopen. Dan komt Mozart binnenlopen. Hey Mozart! Everybody ask how I got big shoulders. I don't tell it, it's a secret, but when I show
Doe me lekker slapen. Dan ga ik lekker een verhaaltje voorlezen. Ga maar lekker slapen. Ja, het is echt wel niet zo fat. Laat me gewoon even chillen. Ja, grappig. Ik ga niet mee. Ik blijf even chillen. Ja, laat me even nog een uurtje zitten. Ja, maar dan ben je op vakantie, dan ga je stinken in je bed. Gisteren was ik soort god-modus aan het zuipen. Ik had gewoon 200 euro opgezopen en ik was bijna niet zat. Mijn biesie zat. Nu, dit is mijn tweede bierie van de dag. Dus ik denk dat we hier ladders wat van gaan worden. Boys, geniet lekker man. Ga lekker feesten, ga ook eventjes. Ga lekker naar Breda, ga ook even helikopter afsluiten. Ook al waarschijnlijk kijk je dit op een zondag. Oh, dit is het feit. Dit is het feit. Ik wil jullie best meenemen op dit avontuur. Ik ben Dirk aan het schrijven. Dat kan gewoon met Gerso. Dan kan je gewoon Dirk in zijn ogen aankijken terwijl hij kan doen. We gaan gewoon veel shoppen, broer. We gaan gewoon in onze kapper shoppen. Time to go in a great evening. Compared to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl. Without being disrespectful. The way that booty moving. Zo even naar de stripclub. Zij ze? Ik ben echt veel spanje lopen hier rond, hoor. Je zit echt geen leven meer fucking in mij. Bro, ik was dat. Bro, helemaal vakantie gratis, hoor. Helemaal kanker vakantie gratis. Bro, hij heeft mij gezien, maat. Toen ik in die 500 schoot. Drie keer, hè? Drie keer, 500 euro. Ik was erbij. Ja, niemand bij. Kan het wel bij, ja. Dat is zeker. Hey, fuck hem uit. This is broken dirt, man. Je kijkt echt als je kop van. Die ben ik. Huh? Ik moet gewoon zo naar de poepen, maat. Yes, you're from Groningen. Where are you from? 7 uur of zo. Volgens mij is het nog eerder, man. Ik weet niet hoe laat het is, ouwe. 6 uur, we staan hier met Joko, we zijn in Pantje, ouwe. Heb ik mijn vinger verbrand, ik heb mijn hand gekneusd. Kom eens mee. Kijk, dus het is, je kan wel constant werken voor je geld toch, maar je leeft toch voor. Kijk dit, kijk dit uitzicht. Wil jij financieel onafhankelijk worden? Volg dan mijn seminar. OGP seminar financieel onafhankelijkheid.com. En dan kan je ook gewoon zo leven als wij. Je kan werken voor je geld, maar wij laten geld voor ons werken. Ja, precies, wij laten geld voor ons werken. Wij laten andere mensen ons kutwerk doen. Wij gaan dropshippen en shit. Snap je? Zodat wij hier kunnen chillen. Koop je fucking cursus. Koop je cursus bij ons, man. Wij lopen CBD joints te roken op Griekenland. Wat doe jij in de tussentijd? Doe some push-ups, man. You fucking wank, hè? Hè? Sparkling water. You're a fucking twat. I fuck your fucking sister. You know? Yeah. And this guy is English, man. I'm an English man. I fuck everybody I want. I have no problem with anyone. Je hebt echt niemand geneukt. Oh, oh, hey. Nee, hij was niet keel. Hij was wel even gevallen, man. Ja? Ik heb hem opgeteld. Ik heb hem even. Waar? Bro, je bent een help, ouwe. Hey. Hou hem goed vast, hè. Waar? Hey, love dat je bij dit lobby, gaat. Lobby, man. Kijk hem bij de pizza. Hij heeft mij, man. Hij heeft mij gered, ouwe. Ga wel lekker, pizza. Ik
Kijk hoe je daar ligt. Oh. Oh, fuck. Oh. Fuck, man. Oké. Even voor een beetje. Huh? Me too. Why are the clothes still here, but still not here? We never know. Why? Was zo oud dat wij allemaal ijsdeed tussen je billen hebben zitten vervolgen. Zo, en dat je onbloed naar beneden en dan gewoon echt half liter water hier reed. Je werd niet wakker. Oh, dat hebben we niet gefilmd, we waren zo dood. Zo dood. Daarom is de reet misschien nat. De hand op de heup houden. Ik zou me echt bijna met een paar voor als ik nu een glas pils wil. Ga je niet lekker. Ik voel me echt een partijtje nagehouden. Wat dan? Ik heb het ijsje in mijn reet gehad. Het grappigste ding nog, dat ons hotel zo goedkoop is, dat wij letterlijk op matrassen liggen. Zonder enige overtrekking. Wij slapen echt letterlijk op vieze. Deze is goed. Het wordt echt van slecht naar deze is minder. Let op deze. Bro, het is kwart voor twee. Kwart voor twee? Het is kwart voor twee. Mr. Wanted. Hij ziet er ook echt uit. De police are investigating. De police are investigating. Kijk maar wat we hebben, de maffiabaas. Stress, maar begrijp me niet verkeerd. Alle wonden moeten helen. Ik heb honger, laat me eten. Engels stories als we tapen, want we rappen alleen real shit. Ik rap alleen maar real shit. Echte mannen van de straat, ja, die voelen dit. Ooglappen net een paard, want ben toegericht. Ja. Ik rap alleen maar real shit. Echte mannen voelen dit. Jij ging toen slapen, nu gaan mannen dit. Ik ben data, daar waar de money is. Oké, okay boys, 5 push. We gaan even Fritsen Boek daar indrinken. Cheerio! Ben oké, She's on fire, she's so hot. I'm no liar, she burned up the spot. Look like Mariah, I took another shot. Drop it like it's hot. Dirty talk, dirty man. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex. And I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride up. 500 of niks, hè? Ik zou voor 200 gaan, man. Bro, dat was niks. Boys, ik kom net uit het ziekenhuis, maat. Ik ben op mijn hart overgevallen. Het gaat echt niet goed. Cops that are rosé. Bitches in my old phone. I should call one and go home. I've been in this club too long. The woman that I would try is happy. Wat is gebeurd, maat? Ik ben op mijn achterhoofd gevallen. En mijn achterhoofd liet gewoon helemaal open. En
mijn moeder naar huis. En schatjes ook naar huis. Ah, mami. Laat ik die wond zien, maat. Maar doe wel. Ik ben. Kamer uit de wiet, man. Zo. Daar is een helemaal fucking broodje. Ik heb een dikke bitch, ik heb mijn broodjes gezeten. Maar. Jij bent lauw. Bro, ik smijt het kankerbroodje tegen je gezicht, dat boeit me niet heel veel. Dat boeit me niet heel veel. Doe dan. Hé, hey, die mensen van het hotel. Olly, heb je al een bitch? Hey. Ik heb gewoon een broodje gegeten en gewoon een half een broodje. Hey, kom naar boven. Nee. Heb je al een bitch gezoend? Ja. Ja? Hoe lelijk? Wat een kankerdik. Zonder van. Ik denk een. Wat er gebeurt in de volgende Ho Ho Gerso? Jasmijn. Ja, ik jas mijn bal in jouw gezicht. Morgen ga je spijt hebben, jongen.